Het grootste plezier. En ook dicht in de buurt van mensen die al voor waren gegaan. En al heel veel bereikt hadden. 2004 gaan we even naartoe. Leuk. En dan zing je bij, in de arena. Ja, André Hazes. Ja. Licht. Ja. Als jij dat... Ja, oeh. Ja, wij deden altijd een keer... De lichten zijn er laag. En voor me ligt alweer zo'n lange nacht. Het beter. Het is koud zonder jou. Maar toch. Veel mensen krijgen nog steeds kippenvel als ze dit zien. Nou, weet je wat daar heel gek was? Je had daar 50.000 mensen zitten. Aan de ene kant hoorde je mensen schreeuwen... André, ik hou van je. En nee, je mag niet dood. En daar hoorde ik mensen lachen en mensen klappen. Er was één bonk emotie in die arena. Echt rondom. Iedereen was daarmee bezig. En ja, daar hadden we het onderling ook met elkaar over. Met René Vroeger ook bijvoorbeeld samen. Stonden we eigenlijk te huilen om hoe het publiek reageerde. Ja. En dan mag je daar staan... En ik had zo'n klein jochie van een jaar of, hoe oud was hij? 8, 7. Kleine Dreetje, die stond daar ook bij. En als je dan nu ziet hoe hij nu de koning aan het worden is. Zie jij in hem de opvolger van zijn vader? Denk je dat hij ook zo iconisch kan worden als zijn vader? Ik denk dat hij qua legende zal zijn vader waarschijnlijk altijd wel de grootste blijven, heb ik het idee. Maar als artiest heb ik het gevoel dat hij nu al veel groter is als zijn vader. Oh ja? Ja joh, hij trekt nu al... Zoveel concerten achter elkaar vol. Hij is in België, doet die stadions vullen. Iedereen houdt van Dreetje. We vinden dat allemaal een lief joch, een leuk joch. Er zit ook nog geen smet op. Zijn vader was natuurlijk altijd dronken, was altijd aan het drinken. Er zat altijd een soort, ja, meer een volkszangerachtig verhaal achter. Maar Dree vind ik echt een soort van Hollandse rockster aan het worden, lijkt wel. Ja. Nou, jij weet dat als ja. Jij bent natuurlijk tekstschrijver. Jij weet het als ander. Ja, het is een vroeg wijze jongen. Dat merk je wel. Hij is nu 25 en hij is wel... Ook in zijn vak, hij neemt het heel serieus. Ja. Ook heel erg betrokken bij de nummers, bij het maken van platen. Want 4 jaar geleden zong hij nog niet zo heel goed, hè? En als je dan nu 4 jaar later kijkt hoe hij gegroeid is... Ja. En de gunfactor heeft van heel echt... Ja. Volgens mij heel Nederland houdt van Dreetje Hazes. Wat heb jij van zijn vader geleerd? Wat heb je van André geleerd? Ja, André zei altijd, zorg dat je authentiek blijft. Zorg dat je jezelf blijft. Doe niemand na. Ik had toen het liedje Mag ik je knuffelbeer zijn? Nee. Nou, ik weet niet. Daar hadden jullie het net over, toch? Dat deed ik nog van jullie in Zaandam. Maar dat was een hartstikke leuk liedje, hè? Mag ik je knuffelbeer zijn? Prachtig. Als je het even niet redt, mag ik je knuffelbeer zijn op de rand van je bed? Eigenlijk zou ik het nu moeten doen als 50-jarige, want die rand van het bed vond ik nu wel interessanter als toen. Maar Dree Hazes zei toen al, oude Dree, wat is dit een raar, maar te gek. Liedje. En hij zei ook, en zorg dat je altijd mens blijft. Want hoe meer fans, hoe meer mens, hoe meer fans. Dat was zijn tekst naar mij toe. Want wij aten met de kerst met elkaar in de Plashoeven, met onze 2 gezinnen. Was de hele zaal verder leeg en wij zaten daar met 2 gezinnen te eten. En dan kwam hij met dat soort gekke uitspraken. Het is wel goed gelukt, vind ik trouwens. Je hebt of goed naar hem geluisterd, of je bent gewoon zo. Iedereen weet wie je bent, er is geen misverstand mogelijk. Je doet niemand zag dat al. Ja. Ja, en hij liet me optreden in zijn voorprogramma's in Ahoy. Dat was natuurlijk een prachtige opstap. Ja.